Nemma praten, gitter allerbeugend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Wat betekent Bevrijdingsdag voor jullie? Nou, dat we nou in vrijheid kunnen leven. En ja, het is gewoon een bijzondere dag om te kunnen vieren. Omdat het belangrijk is dat iedereen weet dat we nou in vrijheid kunnen leven, maar dat dat niet altijd zo geweest is. Okay. Het is gewoon een erg belangrijke dag voor ons. En iedereen leeft nu in vrijheid, dus dat is een goed iets. Maar waarom is het belangrijk voor jou? Omdat het is natuurlijk niet altijd fijn geweest en dan moet het wel zo blijven. En als we het zo vieren, dan blijft het een beetje, ja, het blijft toch bij ons, de vrijheid. Hoe ga je dat vieren? Nou, sowieso met een minuut stilte. Nou, dat is door de herdenking. Ja, en dan, verder niet speciaal zo, maar gewoon erbij stilstaan dat het zo is. En jij? Ja, zoiets ongeveer. Ook gewoon bij stilstaan dat het zo ooit is geweest en dat het nu gewoon vrijheid is. Dat we gewoon fijn kunnen leven. Maar er zijn er bevrijdingsfeesten. Doen jullie daar nog aan mee? Vlaggen en zo, dat soort dingen? Nee. Winkels zijn open, lekker shoppen? Nee, ook niet. Nee? Nee. En voor jou betekent het ook verder niks, geen leuke dag? Ja, het wordt natuurlijk wel een leuke dag, want we zijn vrij. Ja. Maar... ja, het is gewoon altijd gewoon fijn om gewoon de vrijheid te hebben om alles te doen. Dus. Nou, Bevrijdingsdag, dat herinnert me dus aan het feit dat we vrij zijn geworden van de bezetting van de Tweede Wereldoorlog. Ja, zo denk ik er ook over, ja. Ja. Nou was Groesbeek iets eerder bevrijd dan de rest van Nederland. Weet u dat nog? Nee, ik ben in de oorlog geboren en ik kom uit Zuid-Limburg. Dus die waren ook iets eerder bevrijd. Ja, dus ik weet het verder niet. Maar ik weet wel hier in Groesbeek dat hier flink gevochten is. En dat de oorlog hier hard heeft toegeslagen. En dat hoor ik van de mensen hier in Groesbeek. Ja. De oude verhalen. Ja. Geëvacueerd veel. Heel veel mensen geëvacueerd, hè? Ja. Naar elders toe. En die dus naar de rand weer terugkwamen. En dan toch het leven moesten oppakken. Weer verder moesten. Ja. En dat was niet altijd even makkelijk, denk ik. Ik heb dat niet bewust meegemaakt. Nee. Maar ik heb wel dus de naweeën eigenlijk van de oorlog meegemaakt. Als kind ervaren. En ook het geluk van de mensen. Toch wel? Ja, van mijn ouders en zo. Dat ze vrij waren. Ja. En nou had Zuid-Limburg niet direct honger, hè, geloof ik. Dat was meer een... Mijn familie zat in Venlo. En dat is zwaar gebombardeerd. Dus... Vandaar dat ik het allemaal heb meegekregen uit verhalen en zo. Ik kom uit Brabant en ik heb vooral meegemaakt dat mijn vader moest onderduiken omdat je bij de spoorwegen werkte. Er waren die spoorwegstakingen en die moesten dus voor de Duitsers vervoer doen. En als je dat niet deed, dan moest je mee. En mijn vader is toen ondergedoken, dus die is in de oorlog heel weinig thuis geweest. Ja. Die kwam 's nachts naar huis. Ja. Om wat voedsel te brengen, want die was bij de boeren geëvacueerd, ondergedoken. Ja. Dus dat was best een zware tijd voor het gezin, voor mijn moeder. Nou, vieren we bevrijding. Voelt u zich vrij? Ja. Toch wel? Ik voel me wel vrij, ja. In vergelijking met, als ik dan rondkijk, met andere landen en zo, zijn we echt wel vrij. Dus u gaat het echt vieren, 5 mei? Vieren. De vlag uit en zo? Nee, dat doe ik niet. Niet te vlaggen. Maar ik vind het wel altijd een fijne dag. Om bij stil te staan. Ja, zeker. Dat geldt ook voor u? Ja, zeker. Nou en of. Ja, ik ben er heel blij mee. Als je kijkt inderdaad wat mijn man zegt in andere landen, dan zijn wij rijk. Dan zijn we verschrikkelijk rijk met onze vrijheid en onze democratie. Als je kijkt in andere landen. Waar het nog steeds oorlog is. Waar kinderen opgroeien met oorlog. Ja, en waarschijnlijk oud worden met oorlog. Is dat verschrikkelijk? Of niet oud worden met oorlog? Ja, ook erger. Ja, dan weet ik niet of het erger is eigenlijk. Kun je over nadenken. Ja. Nou, nee, maar het kost wel moeite om het te houden. Ja, dat is ook zo. Ja. Okay. En daar maak ik me wel zorgen over. Dankjewel. Wat betekent Bevrijdingsdag voor u, mevrouw? Nou, allemaal gedachten van vroeger. Ik ben er 4 verloren in de oorlog. 4? 4 wat? Familieleden? Vader, 2 zussen en een oom.
Ja. En toen woonde u al in Groesbeek? Ja, ik was de jongste van 10. Ja. In het huis. Renate op het huis. Ja. En mijn vader, die hebben ze in een jeep gelegd. Die was gewond. In een soldaat, met soldaten. En die is onderweg gestorven. En mijn zus van 19 lag dood op de grond. Het is verschrikkelijk. Ja. Maar was dat tijdens de zeg maar... 44. Ja, met de bevrijding van Nijmegen en Broesbeek. Ja. Ja. In de kelder. Wij zaten in de kelder de rest. Mijn vader was alleen boven met de dochter dan. Wij moesten in de kelder blijven, maar zodoende. Nou werd Groesbeek iets eerder bevrijd dan de rest van Nederland. Ja. Maar hebt u dat ook gevierd toen? Hoe hebt u dat gevierd? Ja, op een manier natuurlijk anders, omdat we verdriet hadden, maar we gingen toch uit en zo, hè. Ja. Ja. Maar vier is veel, hè. Ja, dat is heel veel. Ik was 13 jaar. Ja. Ja, dan maakt dat indruk, hè. Hebt u daar de rest van uw leven ook last van gehad? Ja, soms nog. Zo met deze dagen ook wel. Ja, dat wel. Ja, komt u weer terug. Ja, ja. Dus met dode herdenking bent u ook bezig? Ik ben erdoor. Hoezo? Ja, omdat ik in Australië ben geweest. Een broer had ik er zitten. Ik had 3 broers in Australië alleen. De naartoe. Later kwam er een echtpaar na. Maar ik bedoel, je bent anders. Dat zeggen ze ook dikwijls. Ja. Ik durf ook alleen naar Australië te gaan. Ja. En zo. Maar daar wil ik nog niet om te zwetsen zeggen. Maar je hebt anders geleefd en dan ben je nu anders. Ja. Dat is het, ja. Maar uw dode herdenking heeft dan ook speciaal voor u wel een betekenis, omdat u 4 mensen gaat herdenken. Ja, dan ga ik ook naar Nijmegen, want die ene zus die werkte in Nijmegen toen. Ja. Ja. Naar de Waalbrug. Ja. Bij de herdenking. Ja, ja. Ja. Dus u krijgt moeilijke tijden nu? Ook soms, ja. Oh, ja. En niemand meer over van de 10. Ja. Je kunt niet meer. U was de jongste. Je kunt over een tijdje kun je er niet meer over praten, hè. Dan is het, ja. Oké. Okay. Nou, ik wens u heel veel sterkte de komende dagen. Oké, okay, bedankt. Wat vindt u van Bevrijdingsdag? Ik vind het heel goed dat het gevierd wordt. Het is goed om erbij stil te staan... Dat er dus mensen overleden zijn door oorlog. En dat ook nog steeds gebeurt. En het is daarom heel goed ook om het te vieren dat we vrij zijn. En dat we vrij zijn door hulp van anderen. Maar dat we daar ook natuurlijk zelf goed bij stil moeten staan. Dat wij ook anderen daarin moeten helpen als zij problemen hebben. En ja, ik denk dat het goed is om het te vieren. Ja. En hoe gaat u Bevrijdingsdag vieren? Ja, we proberen altijd wel even in dorpen rond te kijken als er iets gedaan wordt. Maar verder zijn we niet heel erg uitgebreid daarin. Maar gewoon wel leuk om toch, als er initiatief genomen wordt, om daar ook even naar te gaan kijken. De mensen hebben daar moeite voor gedaan. En het is goed om het samengevoel te krijgen. En in een dorp, en zoals hier in Groesbeek ook, wordt dat toch wel heel erg gedaan. En elkaar ontmoeten, elkaar in vrijheid ontmoeten, is gewoon heel fijn om dat te voelen. En ook heel belangrijk, denk ik. U zei dat u het wel een goede zaak vindt dat de Bevrijdingsdag gevierd wordt... Wat moet dat betekenen voor onze jeugd? Toch wel iets waar ze aan terug over na kunnen denken. Van wat er vroeger gebeurd is. Dat is wel een goede zaak. Want het is allemaal zo vanzelfsprekend dat we vrijheid hebben. Maar zo vanzelfsprekend was het niet, hè? Nee, tuurlijk niet. Nee. Ik kan maar zeggen dat dit herdacht wordt en ieder jaar terugkomt. Dat is voor de jeugd wel een goede zaak. Ja. En maar u zelf dan? Herdenkt u mensen op 4 mei? En viert u het ook, 5 mei? Ja, ik denk er wel aan terug, ja. Ja? Ja. Komt u uit de oorlog of niet? Nee, na de oorlog, 46. Oh ja, net. Ja. Maar dan hebt u al de naweeën natuurlijk meegemaakt van de oorlog. Ja, van mijn vader en moeder, ja. Die hebben daar vaak genoeg verteld dat ze geëvacueerd zijn geweest en naar Groenlo toe, zeg maar. Ja. Voor mij betekent Bevrijdingsdag de dag dat we vieren dat we in vrijheid hier leven, zonder oorlog. Al 70 jaar? Al 70 jaar. 1945, dus ruim 70 jaar dan toch? Ja, 74 jaar. Jeetje, ja. Ja, dat is wel een lange tijd denk ik in de historie van de geschiedenis van Nederland. Dat best wel een lange ononderbroken tijd is. Ja. Daar mogen we blij mee zijn, denk ik. Ik krijg al appjes binnen van daar en daar is een feest en of ik daarheen ga. En ik ga eens even kijken wat ik ga doen. Ja. Ja. Van eerste hand uit weet ik weinig over de oorlog. Ja. Ja. En wat betekent dan doden, denk ik, voor u?
ja, wat de bedoeling is. En dat betekent het ook voor mij, is dat we de tijd nemen om te herdenken. De mensen die gevallen zijn in de oorlog, zij het door de Holocaust of zij het door de strijd zelf. En om daarbij stil te staan. Ja, dat betekent het voor iedereen, maar betekent het zeker ook voor mij. Want we zijn nu in Groesbeek, daar is nogal wat gebeurd, hè? Zeker, ja. Ja, ik was er niet bij, maar... ja, je ziet hier ook overal door het hele dorp kan je rondlopen en kan je ook nog heel ouderwets bellen naar een soort voicemailbericht. En dan kan je rondlopen en die voicemailberichten vertellen je dan wat hier geschiedde in de tijd van de bevrijding. Dus hier zijn, ja, en daarvoor. Maar ik heb weinig bewustzijn over wat hier precies heeft plaatsgevonden, behalve dan parachutisten is iets wat me bijstaat. Oké. Okay. Nou, bedankt voor de tip in ieder geval. We gaan luisteren. Ja, ga dat doen. Ja. Dankjewel. Fijne dag. Wat betekent de bevrijdingsdag voor u? Dat betekent eigenlijk een heleboel. Want wij lopen hier als vrij man. En anders had het misschien heel anders uitgezien. Dus dat betekent een heleboel voor ons. Ja. Nu komt u niet uit Groesbeek. Nee, niet uit Groesbeek. U kwam uit Noord-Holland. Maar heb je nog verhalen gehoord hoe het daartoe ging? Ja, we hebben daar gehoord dat het lang heeft geduurd voordat ze bevrijd werden. En die hebben dus echt de hongerwinter nog meegemaakt. Ja. Ja. Dus tulpenbollen gegeten hebben we gehoord. Ja. Ja. U hebt het zelf niet meegemaakt, gelukkig? Nee, we hebben het niet meegemaakt. Nee. Ik hoop het ook niet mee te maken. Ja, dat sterft ook een beetje uit natuurlijk. Het is wel 74 jaar geleden, hè? Inderdaad, ja. Kijk nou even, en is het hier bijna 75 jaar in september, hebben wij begrepen. Dus ja, de tijd, maar het moet niet vergeten worden. Bevrijdingsmuseum zijn we geweest, we zijn op het kerkhof geweest. Dus het maakt best wel indruk. Ja. Zeker, ja. En je merkt ook dat het heel erg leeft bij de mensen hier. Ja. Wat er aan gedaan wordt en ook hoe het er allemaal uitziet. Ja. Echt bewonderenswaardig. Ja. Vanavond willen we eigenlijk over de brug meelopen. Ja. Dus Arnhem. Dus dat is ook Nijmegen. De oversteek. De oversteek. In Nijmegen, ja. Dus dat is ook iets wat we gewoon mee willen maken en kijken hoe dat, dat gaat. Wat betekent voor u bevrijdingsdag? Nou, dat betekent voor mij nou niet best veel. Omdat leven in vrijheid niet altijd de norm is in heel veel landen. En gelukkig hier wel. Maar ook in ons land is het wel eens anders geweest. En uit de verhalen en uit de geschiedschrijving weet ik dat er een tijd was die moeilijk was voor heel veel mensen. En vandaar is het belangrijk dat die vrijheid al sinds 1945 gelukkig weer hersteld is. Ja. Wij schenken altijd aandacht aan Bevrijdingsdag. We gaan ook wel eens naar de dodenherdenking. En we zoeken bevrijdingsfeesten. We zijn diverse keren ook naar Wageningen geweest. Wat een hot item is, hè, Wageningen. Wat Hotel de Wereld, laat ik maar zeggen. Ik weet alleen dat een neef van mijn vader op de Grebbeberg is verongelukt. En ja, daar ga je altijd een keer kijken. En dan ga je toch weer naar die plek toe. Omdat er herkend is. We zijn laatst in Limburg geweest, het oorlogskerkhof van de Amerikanen, Margraten. Er liggen 18.000 jonge mensen die ons meegeholpen hebben de vrijheid terug te winnen. En dat maakt hele diepe indruk. Ja. Heel. Doet je wat? Heb je? Ja, dat doet je veel. Ja. Ik krijg kippenvel van. Hè. Ja. Het blijft wel in mijn herinnering, want die Amerikanen en die Engelsen en die Fransen en die Polen en dergelijke, die hebben ons land in feite bevrijd. Van de onderdrukking van de Duitsers. Nou, dat mag je nooit vergeten. Die vrijheid die we nu hebben, die moeten we vasthouden. Of niet, Dick? Ja, nou, het is goed om erbij stil te staan, omdat de oorlog heeft toch een bepaalde impact gehad. En wij leven nou eigenlijk in een heel vredig land. En op andere plaatsen niet. Ik denk dat het heel goed is, niet alleen de doden te herdenken, maar gewoon de vrede te bewaren. Ja. Vooral even bij stilstaan en wat andere mensen voor ons gedaan hebben. Ja. En er is nog steeds overal oorlog. Hè? Staat u daar ook bij stil? Ja, ik ben me ook bewust van de discussie, maar dan gaat het ook weer over dodenherdenking. Dat we niet alleen de mensen herdenken die in de Tweede Wereldoorlog voor ons gevochten hebben. Maar ook andere conflictsituaties in het nabije verleden en het heden. Ik zelf voel daar wel wat voor. Dat we stilstaan bij iedereen die eigenlijk leidt en vecht voor vrijheid en voor dat iedereen zich op zijn eigen manier kan uiten. Dat is ook aan ieder om zichzelf om daar een mening over te hebben. Dat betekent voor ons vrijheid.
Hè? En daar moeten we altijd aan blijven denken. Want de vrijheid in de wereld is er nog niet. Hè? Allang niet, hè? Nee, allang niet. Want het is weer hetzelfde als vroeger. En het komt weer steeds erger terug. En dat vind ik jammer.